Nou, oud-agenten die worden ingezet in Amstelveen. 4 oud-agenten zijn het en zij moeten voorkomen dat er nog auto-inbraken en woninginbraken worden gepleegd. En met succes tot nu toe. Want het aantal woninginbraken is al met 35% gedaald sinds dit team aan de slag is. En het aantal autokraken is zelfs bijna gehalveerd, dat meldt de Telegraaf. De oud-agenten die observeren in wijken waar er veel van dit soort inbraken zijn, kijken wie zich verdacht gedraagt en werken vervolgens samen met de agenten die op dit moment wel echt nog bij de politie werken om die informatie over te brengen. En op die manier kunnen ze dus heel veel mensen in de kraag vatten en is dus de criminaliteit daar afgenomen. Het kost natuurlijk geld, zeggen de oud-agenten, dat begrijpen we, maar veiligheid is natuurlijk prioriteit nummer 1. Dus ja, wij kunnen deze extra handen ook wel goed gebruiken. Kijkt u naar dit initiatief? Ik zie u lachen, meneer Roch. Nee, ik zag inderdaad ook een prioriteit. En dat is denk ik terecht gewoon en een prachtig initiatief. En als dit kan werken, misschien voor lage kosten en wel heel effectief is, geweldig. En ik hoop dat deze mensen inderdaad heel veel plezier ook hebben in wat zij nu nog kunnen doen in de samenleving. Een idee voor andere gemeenten ook.